twee jaar langer werken om onze pensioenen betaalbaar te houden. We zijn er intussen van doordrongen dat dat zal moeten. Maar ooit, lang geleden, was er zoiets als het Zilverfonds. Daar zouden miljarden ingestort worden om de vergrijzing op te vangen. En het is gek dat we daar op dit ogenblik uitgerekend niks meer over horen. Jan de Meulemeester en Nicolas Vlaeminck ondernamen een moeizame speurtocht naar wat onderhand op een spookfonds lijkt. Deze man, Mark Boeikes, is de voorzitter van het Zilverfonds. Maar weinig goeds over die fameuze spaarpot voor onze pensioenen. Volgt dat zo lang? Hoe gaat het ermee? Ja, op dit moment is het een rustig kabbelend beekje, omdat er geen nieuwe beleggingen bijkomen. Begin jaren 2000, een persconferentie in zowaar een kasteel. Er is economische voorspoed. De paarse regering Verhofstadt is ambitieus. De vergrijzing komt eraan, dat zal veel geld kosten. Begrotingsminister Van de Lanotte belooft daar dan al iets aan te doen. De zilveren generatie, die, dat is mijn pleidooi vandaag, recht heeft dat de regering vandaag begint te werken aan wat wij een zilverfonds noemen. En nu, 11 jaar later, wat met het zilverfonds? We vragen het aan parlementsleden van de oppositie en de meerderheid. Weinig goed nieuws. Ik denk als we nu de rekening maken, dat we eigenlijk wel kunnen zeggen dat het zilverfonds mislukt is. Er is geen geld. Er is geen zilvergeld. Nee, er is geen zilvergeld. Het is een lege doos. Ik denk dat we niet moeten op zoek gaan naar een pot met geld. Het is iets dat zeker leeft, maar waar dat de huidige meerderheid zeer rustig en vooral discreet over blijft. Omdat het moeilijk is. Er is niet zoveel geld als veel mensen wel zouden kunnen denken. Dat is ook de reden waarom er zo drastische besparingen zijn ingezet. Stelt dat zilverfonds eigenlijk nog iets voor? Een evidente vraag, maar het antwoord blijkt moeilijk te vinden. De vader van het zilverfonds, nu minister van Economie, spreekt er liever niet met ons over. We polsen dan maar rechtstreeks bij de schatkist van de overheid. Waar is het zilver in geld? Maar hier verwijzen ze ons door naar pensioenminister van Quickenborne. Klopt niet, horen we dan hier. Het is de bevoegdheid van Olivier Chastel, de minister van Begroting. Maar daar zeggen ze ons, het is een gedeelde bevoegdheid met Van Akkeren van Financiën. Probeer daar maar eens naar. Daar stopt het. Ik kan begrijpen dat het inderdaad lastig is voor de regering en zeker voor de oorspronkelijke initiatiefnemers, als je ziet wat er maar van gekomen is. Nu, in de wandelgangen wordt daar eigenlijk niet meer over gesproken, omdat, en dat is een algemene analyse die gedeeld wordt, het zilverfonds eigenlijk een soort cheque van de overheid aan zichzelf was. En eenmaal dat we die dus zouden moeten innen, die cheque, dat we daarvoor extra schulden moeten aangaan. Dus daarmee is de cirkel rond. Ten eerste, laat duidelijk zijn, er is niet zoiets als een spaarpot met geld om pensioenen mee te betalen. Het gaat eigenlijk over geld dat de overheid belooft te betalen aan het zilverfonds. Is dat dan effectief centen, geld, dat opzij liggen? Dat is 14 miljard, maar die 14 miljard, zoals ik zeg, die zitten integraal geïnvesteerd in overheidsobligaties. Hè. Dus, ja, dus de overheid moet dat betalen? De overheid moet dat op vervaldag betalen aan het zilverfonds en dan komt dat vrij. Het is dus niet zo dat dat op zich opvraagbaar is. Als u een kasbon koopt bij uw bank, dan kan u daar in principe ook niet om het even welk moment uw geld terug opvragen. U moet ook wachten tot de eindvervaldag. Dus op dat moment moet de overheid dat wel betalen aan het zilverfonds? De overheid betaalt het zilverfonds, maar het zilverfonds, dat is de overheid zelf. De overheid leent dus aan zichzelf. Ik denk dat het ook psychologisch naar de bevolking toe niet onbelangrijk was om zo'n spaarpot te hebben. Maar het is zeker niet zo dat het alleen zaligmakend is. Ik kan er niet genoeg op drukken. Waarom psychologisch belangrijk? Omdat het denk ik voor de mensen niet onbelangrijk is om te weten dat er toch een buffer is die op eindvervaldag ruim 20 miljard bedraagt om in toekomstige pensioenen mee te helpen financieren. Elk jaar zijn we in België met meer en meer mensen die genieten van een welverdiend pensioen. En morgen? Morgen blijven we volop genieten, dankzij het Zilverfonds. Hoeveel geld tussen aanhalingstekens zit er in dat fonds om van te genieten? Het zou gespijsd worden met begrotingsoverschotten, aanvankelijk ook met eenmalige inkomsten. Maar de laatste jaren kwam er nauwelijks iets bij, de groei stopte. Door de crisis hebben we de voorbije 4-5 jaar geen overschotten meer gekend. En dus de enige groei van de portefeuille zijn nog de interesten. En ook als een belegging op eindvervaldag komt, om die dan te herbeleggen. Dus in principe was er eigenlijk meer gepland voor dat fonds? Aanzienlijk meer, ja.
En hoeveel is aanzienlijk als het nu... Dat is nooit becijferd geweest, maar ik vermoed dat dat toch ruim het dubbele is van wat er nu in zit. Dus dat is dan nu de helft van wat het had moeten? Van wat het zonder crisis had kunnen en moeten zijn, ja. Zolang de overheid geen geld heeft, kan zij natuurlijk ook dat geld niet uitbetalen. Of als ze het uitbetaalt, gaat de staatsschuld met hetzelfde bedrag omhoog. En dat kan men zich tegenwoordig ook natuurlijk niet permitteren. Het zou heel mooi zijn moest dat er zijn. Dan zouden we nu geen 11 miljard moeten zoeken natuurlijk. Dat ligt daar niet. Dat is een garantie van de overheid om dat te doen op het moment dat het nodig is. Dus daar wordt wel rekening mee gehouden bij de opstelling van de begroting. Omdat het een engagement is dat de overheid moet nemen. Maar het is zeker niet zo dat die volledige pot geld daar ergens staat te blinken. Zeker niet.